Hoi, wij interviewen vandaag de barvrouw. Wat doet u hier? Ik schenk koffie en thee in en straks maken we, voordat de pauze is, alle drankjes klaar. Bier, wijn, fris, dat is cola, Fanta, ijstea cream. En we verkopen dat voor muntjes. Mensen kunnen dan in de hal een muntje kopen of meer. En een muntje leveren ze in als ze hier iets bestellen. En dan kunnen ze in de pauze wat drinken van tevoren en na afloop. Oké, okay. Wat? Hoe lang werkt u hier al? Ik werk sinds het web is geopend hier als vrijwilliger, dat is sinds vorig jaar. Hoe vaak heeft u opgetreden? Je bedoelt met de Reigers, hoe vaak? We spelen al 10 jaar en ik denk dat we zo'n 40 keer per jaar spelen, dus dan hebben we 400 keer opgetreden. En hoe vaak heeft u in Blijswijk opgetreden? In Blijswijk heb ik 1 keer in de tuin van Evelien opgetreden. En bent u zenuwachtig? Helemaal niet. Ik ben zo blij dat ik rij op mijn alle vier.